te horen. Hoe gaat het met de vertraging? Ik zie Gerard, zie ik oké roepen. Maar jongens, kunnen jullie ons zien? Dat is even het belangrijkste. Wie doet mij dat plezier? We hebben 61 mensen binnen. Kan toch iemand even in de chat laten zien? Zijn wij te zien? Kijk, ja, prima. Lekker, dankjewel Gijs. En te horen. Hang maar aan het zetten. Gerard, Esmeralda, dankjewel. De jaartjes en zekers komen binnen, dus dat is heel mooi. Ik wou net zeggen, dan doen we even de check. Is Jordijn goed te horen? Test, test. Kijk, wauw. Ja. Nou jongens, we gaan beginnen, want we hebben alles te pakken. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Goed om te horen dat we goed hoorbaar zijn. Mijn naam is Ilja Werkhoven, directeur van NEFAP. En ik ga jullie host vandaag zijn. Dat betekent dat wij vandaag even, nou ja, nu de opening gedaan hebben, alle testen gedaan hebben en dat we erdoor zijn. En ik doe straks een korte marktschets. Jordijn Martens en Diederik Doornhein nemen jullie mee over het totaalconcept van HEYO en met name over Bang. Hoe doe je dat nou? Er komen twee voorbeelden, projectvoorbeelden en natuurlijk mag je continu vragen stellen in de chat. Want als wij hier een beetje staan te praten in dat scherm, nou ja, voor degenen die het al meegemaakt hebben, het is heerlijk als je even reageert. Dat wat je ziet, daar waar je vragen op hebt. Laat het ons weten. Nou, dat was een goede opening, denk ik, hè, jongens? We kennen door, toch? Ik vond een fantastische opening. Kijk, heerlijk. Ik druk op volgende. Dat is waar, hè. Kijk, dit is waar Anneleen. Even, jongens, applausje van Anneleen aan de achterkant. Die zie je niet. Regelt ervoor dat de volgende sheets er zijn. Ik ga jullie meenemen in een marktschets. Maar het allerbelangrijkste die ik jullie gewoon wil meenemen is een heerlijke, gewoon, ja, hoe noem je dat? Een uitsmijter. Knowing is not enough. We must apply. Winning is not enough, we must do. En ik weet zeker voor de mensen die nu ingelogd zijn dat jullie dat herkennen. Want het gaat erom met Bang dat je aan de slag gaat en dat we dat laten zien. En dat gaan we zo laten zien, gaan we zo door Jordijn en door Diederik, nou ja, tastbaar maken. In die marktschets doe ik het even heel grof en heel bovenover. Want over Bang weten jullie genoeg, denk ik dan. En we horen. Want wat zien we gebeuren? Oh. Sorry, nog even wie ik ben. NEFAP, 80 organisaties, beleggers, corporaties, vastgoedmanagers. Heb je een beetje een idee wat mijn achtergrond is. Daarnaast ben ik ook directeur van Bewuste Bouwers geweest. Heb ik lang op de voorlopers van de bouwcampus gezeten. Dus innovatie in de bouw en in vastgoed. Ik loop inmiddels al een jaar of wat rond. Ik startte al. Dare, care and share. Want dat is volgens mij het agenda waar we echt meer mee aan de slag moeten. En nou ja, ik hoef daar op zich niemand van te overtuigen. Maar wat ik al net zei, knowing is één, maar je moet het doen. Je moet aan de slag gaan. Ik heb gekozen voor deze foto, want het is gewoon nog. We staan nog aan de horizon, we staan nog in de dageraad. We weten nog niet precies hoe alle verbindingen gaan lopen. Het is ook nog een beetje een rommeltje in de markt. Want jongens, de één die zorgt voor een lijn die zegt, joh, ik ga wat meer naar links. De andere zorgt een lijn wat meer naar rechts. Er zijn heel veel verschillende oplossingen. En toch, degene die we vanmiddag gaan laten zien, hoop ik, zet je weer verder aan het denken om het aan een andere manier op te lossen. Als ik even kijk, gewoon in het groter concept, dan kijken we van, joh, hoe gaat eigenlijk dat bouwproces? Als je aan de linkerkant kijkt, dan zie je dat daar design staat. Er is een ontwerp nodig. Vervolgens ga je de construction ga je aan de slag maken. Als dat gebouw dan staat, dan heb je gewoon operation en maintenance. Maar voor veel, en dit is met name een zakelijk plaatje, voor veel kantoren en utiliteitsbouw betekent dat daarna dat de business costs komen. En uiteindelijk gaat dat, de grotere outcome, de maatschappelijke impact geven. Dan denk je, goh, het begint van links klein, het gaat naar rechts groot. Dat klopt, want die bollen die laten zien wat de investeringskosten zijn. Relatief gezien, ten opzichte van het grotere outcome perspectief, wat de kosten oplossen, zit je links eigenlijk met een relatief klein bedrag. Stel je nou voor dat je iets meer investeert aan tijd, geld en aandacht in het design. Hoeveel groter lopen dan de kosten uit bij de outcome, de business cost, en hoeveel ga je dan verdienen? Volgens mij is het hier de crux. Goed nadenken in het design, dan gaan we maatschappelijk veel meer rendement behalen. Als je dan kijkt naar wat er in de vastgoed speelt, en dit is een visiedocument wat ik gemaakt heb voor NEFAP, dan zeg je, joh, er zijn eigenlijk een zevental thema's. Wat je ziet in de vastgoed. Het gaat over health and safety. Energy and materials. Dat is eigenlijk, nou ja, ik noem dat een groep
die aan de slag zijn, technisch ingestoken, waar we aan kunnen rekenen, tekenen en hoe we dat kunnen verbeteren. Maar vervolgens is er ook in de marktuitdaging de ontwikkeling van de cities. Hoe gaat het? Steeds meer mensen gaan naar de stad, er is een grote trek. Hoe gaan wij om met het vormen van de Randstad, de grotere steden en het leegtrekken van Nederland? En nu in corona heb je misschien het gevoel, we kunnen veel meer thuis werken. Want zoals je kan zien aan deze achtergrond, dit is niet het kantoor waar ik normaliter zit. En toch denk ik dat we gaan zien, ook straks als we weer kunnen, iedereen begint de honger te krijgen om weer te gaan werken. En dat gebeurt nu eenmaal veel in de stad. Betekent ook het onderwerp buildings, betekent dat we gaan zoeken naar wat is het adaptievermogen van de buildings. Hoe doe je dit nou goed? Hoe doe je dit nou slim? Eens kijk ik, joh, hoe zit het nou gewoon? Want als we dit allemaal voor elkaar willen krijgen, moeten we kijken naar nieuwe businessmodellen, naar andere manieren van samenwerken. En moeten we ook kijken naar het vakmanschap van Asset and Property Services. Hoe zorg je er nou voor dat je goed beheer, onderhoud en aan de slag kan gaan? Nou, ga ik door naar de volgende sheet. Ik ga ervan uit dat het allemaal nog helder is, want in de chat zie ik nog geen reacties. Als het gaat over al die grote lijnen, en die grote heb ik ze uitgewerkt met kleinere onderwerpen. Op het moment dat je dat wil zien en door wil lezen, die zijn allemaal te vinden op de NEFAB website. Maar ik wil je dit laten zien om je gevoel te geven, joh, je hebt grotere lijnen, er is heel veel uitwerking en dan nog is het vaag. Er is nog heel veel meer te ontwikkelen. We zijn nog niet klaar. Het past niet op één A4'tje. We hebben grote integrale oplossingen. Rob, het klopt dat het niet te lezen is. Je mag het downloaden. Het gaat om het gevoel. Terug naar nu. Terug naar vandaag. Want ik heb net die hele grote schets gegeven met al die grote thema's. Maar hoe krijg je die nou bij elkaar? Want als je kijkt naar Bang, jullie kennen de criteria, want jullie zijn er allemaal goed op de hoogte ga ik vanuit. En zo niet, kan je ze allemaal weer terugvinden op de website, ook van Duurzaam Gebouwd, waar een heel mooi dossier is. Het gaat erom dat je kijkt, hoe zorg je ervoor dat de energie, bijna energie-neutrale gebouwen, gerealiseerd worden. Hoe doe je dat? Dat doe je misschien niet helemaal op die traditionele manier, maar hoe dan wel? Of zou het misschien wel kunnen? We gaan het straks horen. Belangrijkste, misschien wel vingertje van deze dame, is let op jongens, bewoners zijn leidend in de route van verduurzaming. Want je kan ze het mooiste gebouw geven, als ze niet goed gebruik maken van alle techniek, alle faciliteiten, alle datasensors die erin zitten, kunnen we niet verder schakelen. Je moet ze meenemen. En het is soms echt heel lastig, want bewoners kijken nog wel eens anders naar hoe de werkelijkheid eruit ziet. Ze zijn misschien niet zo intrinsiek gemotiveerd zoals wij dat zijn om de beste gebouw, de mooiste woning te hebben. Ze zijn op zoek naar, jongens, ik wil gewoon lekker comfortabel chocola blijven eten. En dat is mijn reden om op deze planeet te zorgen en te zorgen dat we er komen. Een marktschets waarin ik jullie heb meegenomen van een hele grote, grotere thema's, de cities, te gaan terug naar, jongens, waar draait het om? Het draait om de mensen, het draait om de mensen die erin wonen. Ja, en als je een vrouw bent, dan gaat het over chocola. We kunnen ook een variatie met bier maken, als jullie dat meer aanspreekt voor de mannen. Ik heb eigenlijk zo, in die 5 minuutjes, hopelijk jullie een beetje mee kunnen nemen in wat er staat, wat er speelt. Als je heel veel meer inhoud wil hebben, kan je mij gerust benaderen. Ik kan je nog veel meer geven. Maar voor nu is het volgens mij tijd om naar de mens te kijken en naar de volgende slagen. Op het moment dat je denkt, joh, ik wil wat meer zien, ik heb hier eventjes laten zien. Je ziet hier links ook het boek Anders Verder. Ik ben een van de medeschrijvers om je te laten zien wat voor verschillende inzichten, 24 mensen uit verschillende organisaties, niet alleen maar techniek, maar ook vanuit een heel andere link aan de slag gaan. Hij is gewoon te koop bij de boekhandel. Ik zeg jongens, doe je best. Geen provisie aan mijn zijde, gaat allemaal naar het goede doel, allemaal naar de groene zijde, dan weten jullie dat ook. Ik vind het namelijk belangrijk om kennis te delen en te blijven delen. Nou, meer chocola is mijn antwoord. Anneleen, mag ik jou vragen om de presentatie van Jourdain neer te zetten, want hij gaat jullie jullie meenemen. Voordat hij dat doet, want ik ga je zo het woord geven, Jourdain, ga ik jullie even iets vertellen. Want toen wij ons voorbereiden op deze sessie, dan is er een hoop techniek, dan gaat er een hoop gebeuren, dan zijn we aan de slag. Maar we zijn aan het zoeken, maar wie heb je nou voor je? Wat is nou de chocola van Jourdain Martens? Nou, ik vroeg hem, hoe zou je jezelf omschrijven? En hij zei tegen mij,
Ja, ik ben geloof ik wel sportief. Energiek en ik hou van vernieuwing. Als we kijken, zeg maar, naar Diederik Dornheim. Wat zou zijn chocola zijn? Nou, jullie mogen mee in de chat hoor, als je denkt wat zijn chocola is. Dan gaan we straks het erover hebben. Zorgde, jouw chocola, aan de slag, sportief, laat zien wat je met Heyo aan het bereiken bent en waarom jij ervoor staat. Heel goed, dankjewel Ilja voor deze introductie. Zoerdijn Martens, Develop Inc. is ons bedrijf. En wij zijn de ontwikkelaar van het House Energy Optimum systeem. Afgekort Heyo, die afkorting die gebruik ik liever. Anders is het altijd een hele lap tekst. En ik wil u een eerste deel van deze webinar meenemen. Eigenlijk in de ontstaansgeschiedenis van Heyo. Welke oplossing bieden we? Hoe is die oplossing uiteindelijk vormgegeven? En het tweede deel, dan zal mijn collega Diederik Dornheim meenemen. Nou, een tweetal projecten die wij op dit moment hebben lopen. Eentje is afgerond en de andere is uiteindelijk vol in de molen. En dan nemen we u mee hoe uiteindelijk het House Energy Optimum systeem met smart concept geïmplementeerd kan worden. Voor ik dat doe, even de schets. House Energy Optimum. House Energy Optimum is een strategische samenwerking van een zestal producenten toeleveranciers van bouwmaterialen en installatietechnieken. Die zijn bij elkaar gekomen eigenlijk op basis van vragen uit de markt, vanuit de aannemerijkant, de installatiekant, de ontwikkel- en corporatiekant. Jongens, er speelt zoveel op het gebied van energie. Er speelt ook zoveel op het gebied van comfort en gezondheid. Jullie als producenten toeleveranciers hebben heel veel kennis van de afzonderlijke producten. Zijn jullie in staat die kennis bij elkaar te brengen, zodanig dat wij woningen kunnen gaan ontwikkelen die energiezuinig zijn, comfortabel zijn en gezond zijn? En dat is eigenlijk de vraag waarmee producenten toeleveranciers bij ons terecht zijn gekomen, bij Develop Inc. Van, joh, zouden jullie daar ons in willen begeleiden en uiteindelijk een concept gaan ontwikkelen dat voldoet aan de vraag van de markt? En ook wat Ilja net zei, is een hele belangrijke, voldoet aan de vraag van de bewoners. Dus we hebben ook daadwerkelijk bewoners meegenomen, geïnterviewd. Wat vinden jullie nou belangrijk? Hoe willen jullie nou gaan wonen? En ook natuurlijk kijkend naar de wet en regelgeving die er is als het gaat om energie, comfort en een stuk gezondheid. Nou, uiteindelijk is dat House Energy Optimum geworden. En House Energy Optimum, als we naar plat staan, is een technisch optimalisatieconcept voor rijwoningen. Als we dan gaan kijken naar de markt, waar moet je dan zijn om te kunnen optimaliseren? Wanneer komt die optimalisatie en dat prestatiedoel van Heyo het beste tot zijn recht? Dat is in de projectontwikkelingsfase. Als we even teruggaan net naar de introductie van Ilja, stond er ook inderdaad een stuk design, het ontwerp. En daar zien we dat eigenlijk al moeten worden meegenomen, idealiter, om tot een geoptimaliseerd geheel te kunnen komen. En het liefst doen we dat al in de projectontwikkelingsfase, de initiatiefase. Nou, straks heeft Diederik daar een voorbeeld van, hoe dat in zijn werk gaat. Maar het kan ook zijn dat wij in de vroege ontwerpfase u begeleiden, u helpen om uiteindelijk optimalisatie en prestaties te kunnen gaan doorvoeren. Waar moet je dan zitten? Dat is echt aan de voorkant. Dus dat wil zeggen bij de projectontwikkelaars, dus daar komen we veel. Bij de ontwikkeltak van de aannemerij. En bij de woningcorporaties. En bij de ontwikkeltak van de aannemerij hebben we tussen haaks even gezet zonder eigen concept. Want we zien ook heel veel ontwikkelende aannemers met een eigen concept. Die hebben al bewuste keuzes gemaakt. En wij focussen ons met name op de partijen die wel zelf ontwikkelen, maar niet met een eigen concept. Dan gaan we kijken naar wat beweegt deze doelgroepen in de fase van ontwikkeling. En dan zien we dat ze met name bezig zijn met het maken van functionele afwegingen en financiële afwegingen. En dan gaat het om wat voor woning willen wij gaan realiseren. We hebben over typologie. Voor welke doelgroep? Is dat voor starters of is dat voor doorstromers of is dat voor ouderen? Hoe groot moeten die woningen zijn? Hoeveel kamers? Welke uitstraling willen wij aan deze woningen meegeven? Maar ook inderdaad duurzaamheidsambities. Hè? Gaan wij bijvoorbeeld voor energie neutraal of gaan we voor BEN of nu nog EPC 0,4? En tegen welke prijs? En als je die functionele afwegingen naast elkaar zet, dan valt één ding op. Dat prestaties, prestatieoptimalisatie met name, hè, waar Heyo voor het leven is geroepen, min of meer een ondergeschikte rol speelt nog. Terwijl het juist wel belangrijk is om het in deze fase te integreren.
En dat is ook de reden waarom wij naast House Energy Optimum een tweede concept ernaast hebben gezet. Dat is Smart Concept. En Smart Concept is eigenlijk ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de primaire vragen in het proces. En wat zien wij? Wat willen ontwikkelaars graag? Althans veel, wat geven ze ons mee? Corporaties, ontwikkelaars, aannemers, idem. Dat is eigenlijk veel, wij willen het liefst conceptmatig werken. En als we dan doorvragen, maar waarom wil je conceptmatig werken? Dan komen daar heel vaak dezelfde soort antwoorden op. Bijvoorbeeld, wij willen zekerheid hebben dat de prestaties uiteindelijk geleverd kunnen worden. Dat wij de technieken kunnen integreren. En niet dat we er later achter komen van, het is leuk dat je wat ontworpen hebt. Maar het past niet, hè? De technieken passen niet. Of de leiding doorvoeren passen niet. Waardoor je weer terug moet gaan in het proces. We zien ook dat partijen vooraf duidelijkheid willen hebben over wat gaat mij nou een bepaalde oplossing kosten, een bepaalde energieambitie. Wat is de kwaliteit? Maar welke vrijheden heb ik nog om het ja, zo te kunnen plotten zoals ik het wil hebben? En er komen natuurlijk steeds meer prestatie-eisen aan als we kijken naar BEN. En bij een energie-neutraal gebouw, dat is natuurlijk al in de voort zit natuurlijk al een prestatie-eis. Energie-neutraal en op de meet idem. Kan ik daar weer invulling aan geven? Maar kan ik ook invulling geven aan de geluidseisen voor warmtepompen bijvoorbeeld? Hè? Of de nieuwe temperatuureisen zoals die worden geëist door SWK en woningborg. Die vragen, als je ze daarin meeneemt, willen ze die heel vroeg in het proces al afgeborgd hebben. En niet overvallen worden verder in het proces. Aan de andere kant, en dat is wel interessant, dan zien we zeg maar, dat die conceptmatige aanpak in de basis een soort starheid in zich heeft. Veel van tevoren vastleggen. En daarvan merken wij ook dat ontwikkelaars daar juist huiverig zijn. Corporaties ook. Want je ziet heel veel van de concepten, die zijn star. En vrijheid heb je, maar zeer minimaal. Terwijl daar juist een spanningsveld zit. Veel, enerzijds het concept, anderzijds hoe krijg je nou je eigen saus eroverheen. Zodanig dat het aansluit eigenlijk bij jouw primaire behoeften. Als we kijken naar uitstraling, als we kijken naar doelgroepen. Wat wij hebben gedaan met Smart Concept is gekeken van hoe kunnen wij nou de wensen en behoeften verenigen en tegelijkertijd de belemmeringen wegnemen. En dat hebben we gedaan door een analyse te maken van wat wordt er op dit moment gerealiseerd. Ook qua typologie als qua uitstraling. Dit is gewoon even een overzichtje van een rondje Funda. Als we kijken naar de serie-matige woningbouw, en wat zien we? We zien heel veel woningen met een zadeldak. Af en toe met een dwarskap of een halve dwarskap, hè, dat is vrij populair. Maar in de basis zien we toch heel veel gelijkenissen aan de buitenkant van die verschillende woningen. Gaan we dan naar binnen toe, dan zien we dat daar vaak ook wel twee hoofdtypologieën te onderscheiden zijn. Als we even kijken naar de meest linker drie typologieën, dan is dat eigenlijk de traditionele L-vormige woonkamer die je ziet in een nieuwbouw. En wat daarin opvalt, is dat in toenemende mate, en ik weet niet of het duidelijk te zien is, maar we kunnen u de presentatie hierna nasturen. In toenemende mate, dan gaan we eventjes naar de tweede indeling van links, zien wij dat de technieken, met name de warmtepomp, waar traditioneel het verwarmingssysteem met de cv-keten op zolder hangen, in toenemende mate naar beneden geplaatst worden. Dat heeft een aantal grote voordelen, maar daar komen we straks op. Daar komt met name Diederik even op terug in de verschillende projectvoorbeelden. Anderzijds, wat we ook zien, is een trap in de woonkamer. En dan gewoon een hal met toilet en eventueel ook opstelplaats voor warmtepompen. Met een inpandige badkamer. We hebben heel veel projecten geanalyseerd. Dit is slechts een greep uit de selectie. En over het algemeen genomen is dat wel de typologieën die wij het meest kunnen tegenkomen. Laten we zeggen over de duim 80% van de gevallen in de grondgebonden woningbouw. En hebben we het echt over rijwoningen voldoen aan deze criteria, grosso modo. Wat hebben wij gedaan? Ik zeg nou prima. We gaan met heel onder de motorkap gaan wij basisplattegronden maken. Ik laat hier het voorbeeld zien voor de eensgezinswoning, maar hetzelfde hebben we gedaan voor de seniorenwoning of levensloopbestendige woning en de starterswoning. En de basistypologieën die ziet u hier, dus dat is inderdaad eentje met de L-vormige woonkamer, waarbij wij ook de techniek op de begane grond hebben geposteerd.
En de tweede is eigenlijk de woning met de inpandige badkamer en een trap in de woonkamer zelf. En daarin hebben we eigenlijk de keuze uit een aantal stramiematen. De basisstramiematen die je veel tegenkomt is 5,10 meter, 5,40 meter en 5,70 meter. Een beetje afhankelijk van je casco-systeem. Wat overigens vrij is, hè. Dus je kan kiezen voor stapelbouw, je kan kiezen voor prefab casco of wat dan ook gewenst is. Maar in veel gevallen mondt dat uit in een beukmaat van 480, 510 of 540. Dus dat zijn de verschillende smaken. Gaan we kijken naar de diepte van de woningen, dan zien wij dat zeg maar, de kleinste woningen grosso modo 8,20 meter diep zijn. En die kan je laten oplopen met 300 mm. Kijk, de bouwkundige maatvoering van 300 mm tot zolang je hem wil maken. Maar 10 meter zien wij overigens is wel de max in de meeste gevallen. Binnen dit kader is de indeling vrij te kiezen. Dus als je zegt, ja, maar wil ik een grote oude slaapkamer hebben en ik wil nog een zolderverdieping, een extra slaapkamer invullen, is dat prima. Je kan ook zeggen, ja, ik wil eigenlijk ook de L-vormige woonkamer, maar dan niet met een dichte trap en een trapkast, maar ik wil het met een open trap, zonder trapkast. Dat zijn opties die allemaal mogelijk zijn. En dat laat Diederik straks ook zien in de praktijk, in de uitwerking. Wat wel belangrijk is, is zeg maar dat de technische voorwaarden, technische randvoorwaarden, dan hebben we het over de leiding doorvoeren, de kokers, de opstelplaatsen, die hebben wij geoptimaliseerd. Zodat je ook altijd korte leidinglengtes hebt, om een voorbeeld te geven. Nou, zowel je badkamer als naar je keuken. Enerzijds voorkomt dat energieverlies. Anderzijds voorkomt dat ook dat je je boilervat snel leegtapt. Wat zien we verder? Dat de kopersopties, en dan hebben we het over puien, dan hebben we het over uitbouwen en dergelijke, die zijn allemaal toe te passen. Eigenlijk naar believen en de wensen die we gaan aanbieden. Dus dat wat betreft de plattegronden. Gaan we dan naar de indeling van gevel en kap. Ook daar bieden we vrijheden. Nou, ten eerste is de vrijheid, waar plaats ik mijn voordeur? Hè? Is dat echt gewoon in de langsgevel, de voorgevel? Of wil ik een zijingang hebben? Binnen de plattegrondindelingen die we hebben, is dat beide mogelijk. Ook je kapvorm is vrij te kiezen. In de basis hebben wij vier kapvormen die we in onze situatie laten zien. Dus dat is het traditionele zadeldak. Dat is een acentrisch zadeldak. Een acentrisch zadeldak, dat zie je met name voorkomen als er een wens is om 0 op de meter te gaan aanbieden. Maar het aantal panelen zou anders niet passen op de zongerichte zuiden. En dan zien we dat de nok acentrisch wordt gelegd, zodat het aantal panelen wel mooi past. Ook dat is een optie binnen Smart Concept. Andere optie is een dwarskap, hè, zo'n puntje aan de voorgevel. En dat kan een halve dwarskap zijn, het alleen aan de voorgevel hebt, of een volledige dwarskap, zowel aan de voor- als aan de achtergevel. Binnen het concept is dat allemaal mogelijk. Ook daar je opties, zoals dakramen en dakkapellen, allemaal toepasbaar. Wij bewaken vervolgens de prestaties als het naar de praktijk gebracht wordt. Of inderdaad de wensen die de opdrachtgever heeft, of die ook daadwerkelijk haalbaar zijn. Een hele belangrijke, wat hierbij komt, dat is de spiegelbaarheid en roteerbaarheid van de woningen. Want wat je ziet is dat je vaak te maken hebt natuurlijk met een bepaald bestemmingsplan, een bepaald verkavelingsplan. En daar ligt vaak de oriëntatie van die woningen, die ligt al vast. En niet alle woningen die liggen keurig netjes op het zuiden. Wat je natuurlijk wel zou willen als je naar 0 op de meter gaat. Maar binnen Smart Concept is het mogelijk, zonder dat je hele gevelindeling of aan te passen, je plattegrondindeling, dat je die woningen heel makkelijk kan draaien en kan roteren. En op eigenlijk iedere gewenste positie je PV-panelen neer kan leggen, zonder dat daar nou doorvoeren doorheen gaan. Die vervolgens weer leiden, hè, tot een verminderde hoeveelheid PV wat je kan neerleggen, of tot schaduwwerking, et cetera, et cetera. Wij zorgen ervoor dat eigenlijk altijd aan de gunstige kant de PV-panelen komen te liggen. Bij dwarskappen en een halve dwarskap is dat inderdaad lastiger. En die voorwaarden geven we ook aan de voorkant mee. En dat laten we straks zien. Dat wat betreft de indeling en deze analyse en deze basisconcepten, die hebben wij niet alleen voor de eensgezinswoningen. Dat zijn eigenlijk de bovenste twee rijden, de bovenste zeven plaatjes. Maar we hebben ook voor de starterswoningen en voor de levensloopbestendige woningen, schuine-streep seniorenwoning of nultrainingwoning, zoals ze ook nog wel eens heet in de corporatiesector.
En de ontwerpjes die u hier ziet, dat is gewoon puur eventjes een impressie. In principe kan ieder gewenste beeld en uitstraling toegepast worden. Zodat het ook aansluit bij de omgeving, gezien je welstandseisen en de doelgroep die je voor ogen hebt. Gaan we dan naar de technieken, hè, want wat we net lieten zien, dat is functie, dat is uitstraling. We zouden het ook over de technieken gaan hebben, of juist over de technieken gaan hebben. En we laten nu even een dwarsdoorsnede zien van de technieken die wij adviseren. De eisen rondom BANG, conform ook de nieuwe NTA 8800 methodiek. En om die te behalen, de eisen rondom BANG, energie-neutraal en nul op de meter, bieden wij naast de aantal basiswoningen ook een aantal basisconcepten aan. Dat is Basic, Advanced en Premium. Als we eerst even naar de linker gaan kijken, Basic, wat is dat? Basic is eigenlijk een basisprincipe, dat zit natuurlijk in de naam, waarbij je een energiezuinige woning krijgt die ook comfortabel en gezond is, maar voor een basisbudget aan de voorkant, hebben we het echt over de initiële investering, dan kiezen we ervoor om de thermische schil op een regulier bouwbesluitsniveau te halen. Het ventilatiesysteem kiezen we voor systeem C. We kiezen een luchtwaterwarmtepomp als het gaat om verwarming, tapwater en ook koeling, hè, zeker als we straks naar Theo Juli gaan vanaf 1 januari. Met BANG en NT 8800, dan is dat natuurlijk een hele belangrijke en dominante eis. Dus dan zit een stukje koeling erbij. En we hebben nog, kiezen we ervoor om dynamische convectoren toe te passen. Kies je niet voor koeling, dan kan je ook naar statische convectoren gaan. Dynamische convectoren, dat zijn convectoren waar je ook mee kan koelen. Er zitten van die ventilatoren, van die vinnetjes zitten erop. En daar kan je zowel mee verwarmen op een hele efficiënte manier, je afgifte regelen. En datzelfde geldt voor koeling. Dat is Basic. Ga je nou een deurtje verder, ga je naar Advanced. Advanced, dan zet je eigenlijk in op meer energiezuinigheid. En dat is wat het doet. Dus daarin kiezen we er eigenlijk voor om naar een betere geïsoleerde thermische schil te gaan. Voor de vloer, begaande grond, RC van 5. Gevels, RC van 6,5. Dak een RC van 8. En we kiezen daar in plaats van een C-ventilatiesysteem, als een mechanisch ventilatiesysteem, kiezen we dan voor een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning. Dan gaan we weer een stapje verder naar premium. Dat is eigenlijk in dit geval ons summum als het gaat om energiezuinigheid, gezondheid en comfort. En om dat comfort verder te verbeteren, kiezen we voor een twee-zone balansventilatiesysteem, waarbij eigenlijk de woonvertrek op de begane grond en de slaapvertrekken boven een dag- en nachtzone hebben als het gaat om het ventileren. Tapwater is natuurlijk een issue. Hè. Hoe hou je conform op tapwater? Dan kiezen we in dit geval voor een warmtepomp boiler of zonnecollectoren. Waarmee je tapwater op een hele efficiënte wijze kan bereiden. En we kiezen voor geïntegreerde zonwering voor een stuk extra passieve koeling. Hè. Want koeling met een warmtepomp, dat kan. Dat gaat ook prima. Alleen, het zorgt er wel voor dat je energie gebruikt voor je koeling. Nou, het energiegebruik met name in de zomer te reduceren, kiezen we er bij premium voor om te kiezen voor een stuk zonwering. Dus dit zijn in de basis de smaken die we hebben. Vaak vragen, ja, kunnen we dan toch niet bijvoorbeeld een basic met balansventilatie uitvoeren? Dat antwoord daarop is ja, dat kan. Alleen dit zijn onze basissystemen, waarbinnen je ook wel vrijheid hebt om die keuzes te maken die jij hier wil maken. Gaan we dan de vertaling maken van hoe pakt dat nou uit? Ja, zowel Basic, Advanced en Premium. Dan laat ik even een aantal voorbeelden zien. Gebaseerd ook op een hoekwoning. Dus een hoekwoning van 124 vierkante meter. Eigenlijk gewoon een gangbare hoekwoning. Zoals we die tegenwoordig veel tegenkomen. In deze situatie gaan we ervan uit dat de achtergevel, dus de gevel van aansluitend op de tuin, dat die op het zuidoosten ligt. En we toetsen hem aan de BANG-eisen, waarbij BANG 1 voor de hoekwoning, gezien de geometrieverhouding, uitkomt op 67,58 kilowattuur. Als we deze gaan bekijken, en dan hebben we hier even de resultaten en het concept voor de hoekwoning. Ik zei al Basic, daar gaan we eigenlijk gewoon uit van regulier bouwbesluit. Ook voor H++ beglazing en een infiltratie van 0,4, is eigenlijk uw verkeerdichting is dat.
Dan kiezen we voor een ATAG Energion warmtepomp, een 7 kilowatt. En dat doen we omdat de warmtevraag van deze woningen hoger is dan van Advanced en Premium. Diezelfde warmtepomp die zetten we natuurlijk in voor tapwaterbereiding en voor koeling. Torenopstelling met 180 liter. Ventilatiesysteem C. En als er PV-panelen nodig zijn, hebben we dit voorbeeld gerekend met PV-panelen met een piekvermogen van 320 watt piek. Gaan we naar Advanced, zei ik net al, en daar hebben we een wat hoger niveau als het gaat om de thermische schil. Ik ben hier al uitgegaan van de eisen zoals ze straks gaan komen. Hè. Dus we hebben natuurlijk ook een aanpassing, rekenkundige aanpassing aan de RC-waardes. Dus die hebben we hier al in meegenomen. Iets verbeterde luchtkierrichting. Komt ook met name door het ventilatiesysteem en het ontbreken van roosters. U gaat daar naar een lager opstelvermogen. Ook die berekenen we allemaal. Hè. Dus even een opstelvermogen die wij hebben berekend. En daarop het vermogen van de waterpompen geselecteerd. We kiezen hier om de warmtepomp te ondersteunen voor tapwater voor een douche-WTW. Dat is geen noodzakelijkheid. Er zijn andere oplossingen. Maar in dit geval kiezen we voor die ondersteuning. En met een eenzone balansventilatiesysteem. Ga inderdaad naar premium. Dan hebben wij in dit geval in het rekenvoorbeeld een gescheiden systeem voor verwarming en koeling enerzijds. Het CV-gedeelte en een tapwatersysteem anderzijds. En het tapwatersysteem hebben we hier met een warmtepomp boiler. En een warmtepomp boiler is eigenlijk een warmtepomp die op een efficiënte wijze tapwater kan bereiden. Dan we kijken hoe dat uitpakt. Dan gaan we eigenlijk naar het onderste blok. Dat zijn de energieprestaties. Wat je ziet aan de linkerkant is PV. B1 dat staat voor Beng 1, B2 voor Beng 2 en B3 uiteraard voor Beng 3. En daarachter hebben we kilowattuur. En dat is eigenlijk omgerekend naar kilowattuur op de meter. Dus gecorrigeerd ook voor de primaire energiefactor. En dat doen wij omdat we ook inzicht willen geven in nou, wat is nou het energiegebruik van die woning. Rekenkundig bekeken. En wat zien we? Dat we zowel met Basic als met Advanced, maar ook met Premium, naar Ben kunnen. Dat is geen enkel probleem. Ook naar energie neutraal en ook naar nul op de meter. Wat zien we vervolgens al? Is dat het aantal panelen wat je nodig hebt bij Basic natuurlijk hoger is. Hè, want je hebt gewoon een hogere energievraag, zeker als het om de verwarming gaat. Dus voor bijna energie neutraal hebben wij 3 panelen. Tussen haken staat het minimaal benodigde. Dus we kiezen in de basis gewoon voor 3 panelen bij Beng. Voor alle 3 de concepten. Hoewel je natuurlijk bij Premium eigenlijk maar 1 paneel nodig zou hebben. Maar 1 paneel, een schaampaneel, daarvan zeggen we dat doen we niet. Dat zet ook heel weinig zoden aan de dijk. Dat is het rekenkundige oplossen van Beng. Dat is eigenlijk dezelfde zaak die we in de EPC zien. Hè. We doen ergens nog een paneeltje en dan halen we het EPC-getal. Daarvan zeggen we dat doen wij niet. We kiezen een installatie waar je ook wat aan hebt. En dat is de ondergrens. In ons geval zijn er 3 panelen. Ga je vervolgens naar energie neutraal, dan zie je dat het inderdaad gaat schelen in de panelen. Hetzelfde geldt voor nul op de meter. Dus om de woningen energie neutraal te krijgen, heb je bij Basic 11 panelen nodig, bij Advanced 9 en bij Premium nog maar 8. En datzelfde zie je eigenlijk naar een nul op de meter. Ja, dus dat zijn 20, 19 om 18 panelen. En daarin zie je met name dat je gaat besparen. Dus hè, waar bespaar je nou op? Door juist te investeren in die thermische schil. Enerzijds op de opstel- en afgiftevermogen voor je verwarmingsinstallatie. En anderzijds op het aantal PV-panelen. Aan de voorkant, we krijgen vaak de vraag, hoe zit het dan met kosten? Ja, dan weten we wel dat Basic inderdaad goedkoper is aan de voorkant dan bijvoorbeeld Advanced of Premium. Gaan wij kijken naar de levensloopkosten, de total cost of ownership. Eigenlijk ook waar je net in de inleiding het over had. Hoe verhoudt zich dat dan uiteindelijk naar de waarde, naar de toekomst? Ja, dan zien we dat in heel veel gevallen de keuze voor Advanced of Premium over de jaren heen en de exploitatie van de woning vaak wat gunstiger uitkomt dan Basic. Maar los daarvan zijn alle 3 de configuraties leiden tot prima woningen. Tussenwoning, zelfde verhaal. Eigenlijk zelfde zaken die we toevoegen. En daarin zie je dat je natuurlijk ook daar weer ietsjes gaat besparen op het aantal PV-panelen.
Alleen ja, de besparing is net wat groter dan bij de hoekwoning. Is natuurlijk logisch, omdat je gewoon een kopgevel mist waar warmteverlies optreedt. In principe zijn dit onze basisconfiguraties. Die zijn toepasbaar zijn op zowel de eensgezinswoning als de levensloopbestendige woning, maar ook de starterswoning. En voordat we aan de slag gaan, dat werkt ook met projecten, is dit eigenlijk ons vertrekpunt, ons blauwdruk. Om de projecten eigenlijk zo goed mogelijk te kunnen gaan voorzien. Tot zover mijn introductie. Ik weet niet of er vragen zijn. Ik zie wel in de chat dat een en ander voorbij komen, Ilja. Nou, vragen, nee, ja, het viel reuze. Nee, jongens, het loopt gewoon. Werkelijk waar. Even kijken. Sikko heeft antwoord op zijn vraag over de warmte-terugwinning van de douche. Daar hoef ik geen antwoord meer op te geven. Dankjewel, Sikko. Anko, die vraagt, heb je al een ruimleverancier? Mogen jullie straks daarna uitregelen? Maar ze heeft ook een vraag over, joh, ik zie dat er geen triple gas gebruikt wordt. En hebben jullie ook zon-toetredingsfactor, heb je daar rekening mee gehouden? Ja, zon-toetredingsfactor hebben we daar rekening mee gehouden. Hè? Dus de G-waarde, GGL-waarde, wat natuurlijk een hele belangrijke is ook de CTA-waarde en de G-waarde. Wat natuurlijk een hele belangrijke is, zeker als we straks naar Theo Juli gaan. Daar hebben we zeker mee gerekend en bekeken. In de basis kiezen wij inderdaad voor H++ glas, dat is goed opgemerkt. Met een toetredingsfactor van 0,6. Waarvoor hebben we daarvoor gekozen? Ieder kozijntje wat in de woning komt, die berekenen wij apart door. Dus de U-waarde van iedere kozijn rekenen wij apart door. En wat zien wij? Dus eigenlijk in onze analyse hebben we dat gezien, dat triple glas versus H++ glas, dat over het algemeen genomen de rekensom, zowel energie, maar ook investeringen, eigenlijk het verband tussen die twee, in veel gevallen positiever, gunstiger uitpakt voor H++ glas, in heel veel gevallen. Als we bijvoorbeeld even gaan naar het plaatje, het is niet altijd zo, maar als we bijvoorbeeld even gaan kijken naar het plaatje wat we nu voor ons hebben, en we pakken de meest woning die rechtsboven staat. Hè, is eigenlijk boven het developing logo. En dat is een woning met heel veel glas. En daar zie je vaak dat triple glas juist wel lonend is. Hè. Als je gewoon weinig dichte geveldelen hebt. Veel open geveldelen. Zoals in dit geval. En dat kan. Maar dat rekenen wij projectspecifiek door. Wat is er voor uw project het meest optimale om aan te bevelen. Dus niet zo dat we triple glas helemaal niet toepassen. Maar in de basis, zeggen wij, is het vertrekpunt eigenlijk de H++ oplossing. Oké, okay. En ik ga gewoon gelijk door, want er waren echt verschillende vragen. Er werd ook een vraag gesteld over het dak. Pieter en Dennis, die reageerden op het dak, want Dennis zei, joh, op het moment dat je zo'n dwarskap neerzet, heb je dan niet een beperking met je PV-panelen? En Pieter zei, wordt het niet veel te druk op het dak, jongens? Jullie stoppen alles op dat dak. Ja, goede vraag. PV-panelen, dat heb ik net ook al aangegeven. Als de zongerichte zijde aan de voorkant zit en je hebt inderdaad die halve dwarskap aan de voorkant, ja, dan is het onmogelijk om die woning in ieder geval aan de voorkant op 0 per meter te krijgen. Straks gaan we er even nader op in, want we hebben echt een projectvoorbeeld, dus dat laat Diederik straks zien. Kijk, een ander inderdaad, het op het dak plaatsen, in dit geval van de buitenunit. Voor de warmtepomp, dat heeft eigenlijk te maken met de geluidseisen die er vanaf volgend jaar ook gaan aankomen. Vandaar dat wij kiezen als we werken met een buitenunit om die ook op het dak te zetten. Het wordt inderdaad vol op het dak, dat kan ik wel beamen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de huidige technieken en de wet en regelgeving. Maar op het moment dat er een wens is om bijvoorbeeld niet met een luchtwater, maar met een marinewater te gaan werken, Is dat wel een mogelijkheid. Maar wij merken op dit moment dat de vraag naar luchtwater, in ieder geval bij ons, nog de voorkeur heeft. En het vaakste wordt gewenst. Nou, dankjewel. Niemand heeft nog gereageerd in de chat, maar joh, je hebt een hele gevel. Ik heb heel veel PV op kwijt, maar dat zal wel weer een andere leverancier zijn die we niet zien. Ik zit te kijken, want ik ben even aan het kijken. Marvin, kan je nog even iets zeggen? Of misschien doet Diederik dat zoals dat het geval is. Welk conceptniveau 0 op de meter realiseert? Is dat al vanaf het basic niveau? Ja, precies. Dus eigenlijk alle configuraties zijn. Dus zowel basic, advanced en premium. Daarmee kan je naar BEM. Daarmee kan je naar energie neutraal. En dan 0 op de meter. Alleen scheelt het in het aantal PV-panelen wat je nodig hebt.
Wat ik net liet zien, even grosso modo, heb je bij Basic voor een hoekwoning pakweg 20 panelen nodig gemiddeld op de meter. Terwijl je met 17 panelen af kan als je kiest voor Advanced of voor Premium. Oké, dankjewel. Luc stelde een vraag die ik niet begreep, dus dat gaat goed. Welke TO of welke... dit jaar gewoon ken ik niet. Overschrijding is acceptabel qua uren. Heb je enig idee? Want anders ga ik Luc gewoon vragen om hem nog een keer te stellen, maar dat ik hem ook snap. Ja, de temperatuuroverschrijding wordt daar. Dat is gewogen overschrijding, aantal uren. Uit mijn hoofd gezegd staat hij op 450. Dus je kan eigenlijk twee dingen doen. Hè. Dus je kan eigenlijk drie zaken. Je kan je temperatuuroverschrijding kan je berekenen op basis van. NT8800, hè, de software die daarvoor beschikbaar is of beschikbaar komt. Dan kan je kiezen voor, wat we in dit geval hebben gedaan, voor de toepassing van een koelinstallatie. Dan vervalt eigenlijk die Theo-Julie-eis. Ga je kiezen voor, dat is een andere optie, van, joh, ik wil geen zonwering toepassen. Of ik kan überhaupt geen koeling toepassen, hè, bijvoorbeeld in combinatie met stadsverwarming. Ja, dan kan je wel koeling toepassen, maar dan krijg je een losse airco-unit, maar... Dan zien we dat je het inderdaad ook passief kan oplossen. Je kunt je Theo-Julie-vraagstuk door bijvoorbeeld zonwering, door zonwerende beglazing toe te passen, overstekken en dat soort zaken. Die hebben we allemaal bekeken, maar dat is toch best wel een lastige om op die Theo-Julie-eisen te komen. En een ander is inderdaad, maar dan moet je hem dynamisch gaan berekenen of koellast gaan berekenen. En dan zit uit mijn hoofd gezegd die grenswaarde op 450 gewogen uren. Dat je een overschrijding hebt van je temperatuur. Maar dat betekent wel ook dat je daar ook weer behoorlijk veel maatregelen moet nemen. Eigenlijk de maatregelen die ik net noemde, om die overwitting tegen te gaan. Dus dat is echt een issue. Als we kijken naar de Beng-eisen, is eigenlijk de vierde eis, de Theo-Julie-eis, met afstand de zwaarste. Iris vraagt daarbij, heb je zomernachtventilatie overwogen? Ja, zomernachtventilatie hebben we overwogen. Een van de partners, Duco. Die levert daar ook systemen voor. Die hebben we zeker overwogen. Die hebben we ook meegenomen in de analyse. Maar wat we daarin zien is, het gaat uiteindelijk om het netto oppervlakte. Wat je aan frisse lucht, zeg maar, koele lucht in de zomeravonden binnen kan laten. En dat gaat of te kosten, want die moet je ergens kwijt, die roosters. En het gaat vaak of te kosten van je dichte gevel. Of juist van je raamopeningen. Dus dat is zeker een optie als die wens er is. Van, joh, we willen passief Theo-Julie gaan oplossen. Dan kan dat. Kunnen we ook zeker zo met nachtventilatie meenemen. Alleen wij doen het niet in de basis. Dat heeft gewoon puur met een kostenverhaal te maken. Nou, daarmee is de vraag volgens mij van Ben ook beantwoord. Als je passief bouwen wil toepassen, dan kan dat dus. Ja. Ik zit ondertussen even heen en weer te scrollen en in mijn aantekeningen te kijken of ik nou alle vragen te pakken heb. En dan zijn er eigenlijk nog twee wat algemenere vragen. Die werden in het begin gesteld door Jasper en door Erik. Jullie werken... Jasper zegt eigenlijk, er zit een spanning tussen de ambitie en de praktijk. Want je hebt een mooi concept, maar hoe ziet dat in de praktijk uit? Diederik gaat daar straks nader op in met zijn mooie voorbeelden. Maar Erik vulde eigenlijk aan van, joh, er zijn... eigenlijk al ontwikkelaars met hun eigen concepten. Zit dat niet op gespannen voet? Nee, tot op heden merken we dat niet, dat het op gespannen voet leeft. Zoals ik net ook in de introductie zei, je hebt inderdaad ontwikkelaars met een eigen concept en die hebben zich daarop gefocust en daar zitten ook inderdaad gewoon echt goede concepten bij. Dus dat zien wij ook niet direct als concurrent. Waar wij ons met name op concentreren, dat zijn dus op de ontwikkelaars en de ontwikkelende aannemers zonder eigen concept. En die kunnen dankzij eigenlijk wat wij hier laten zien ook conceptmatig werken. Dus dat is een andere doelgroep en een andere markt. En de markt is dermate groot dat het prima naast elkaar kan leven. Ik zie daar geen beperking in. Misschien toch nog even een klein stapje naar de andere vraag die net gesteld werd. Hè. Veel theorie en praktijk, dat zijn twee verschillende grootheden. Dat klopt, dat kan ik beamen. Enerzijds is het zo dat het concept waar we hier laten zien, dat is verzekerbaar. Ja, dus de energieprestatiegarantie is verzekerbaar bij de waarborgfondsen. Dus SWK, bouwgarant en woningborg. Dus dan heb je eigenlijk aan de voorkant de zekerheid dat die energieprestatiegarantie afgegeven kan worden. Dat is echt gewoon beoordeeld op basis van het concept. Aan de andere kant meten wij ook de prestaties in de praktijk. Of gaan wij de prestaties in de praktijk meten. Want Heo zocht nieuw
om het nu al te kunnen doen. Maar op basis van de gegevens die wij al hebben, dus we zijn ook hier niet over één nacht ijs gegaan, we hebben natuurlijk heel veel metadata, maar dan van andere concepten. En daarin zien wij dat ook met ons monitoringssysteem, onze woningassistent die wij hebben, dat die prestaties in de praktijk, ja weliswaar, hè, binnen de bandbreedte, ook binnen de garanties worden afgegeven, dat die prima haalbaar zijn. Nou, mooi. Dankjewel. Hey, ik stel voor dat we even naar de praktijk gaan, want de chocola van Diederik wil ik eigenlijk nog eens even doen. Daarbij, Jaap, jouw vraag over waarom is het concept met C+. En een vraag die ik nog had staan, hoe zit het met de onderhoudscontracten? Vertrouw ik erop dat Diederik die dan wel tijdens zijn presentatie dan wel aan het eind zal beantwoorden. En twee telepauze. Werkelijk waar, want wij rammen er doorheen. Jullie zitten lekker relaxed, maar wij gaan heel even twee tellen om, nou ja, roken. Doen jullie dat nog? Ik hoop het niet. Maar goed, mocht het nodig zijn, ventileren met een iets te drinken pakken, koffie, toileteren, alles wat je nodig hebt. Ik verwacht je om 10:48 terug. Dat is 2 minuten, heren, maar ik weet dat jullie dat kunnen. Voor de dames, ruim tijd, werkelijk waar. Het komt goed. Dankjewel. Ik heb een pauzemuziekje, hoor je dat? Nu kunnen we gewoon doen. Grappig is dat je natuurlijk ook je microfoon moet uitzetten. Wat denk jij? Ik denk het wel, ja. En wij kletsen gewoon de boel rond. Dat kan in de chat ook gewoon, voor de mensen die pauze hebben, want ik praat er toch wel door. Nou, ik ben er weer. Maar ik heb natuurlijk wel mijn medepresentatoren nodig. Ja, bij deze. Ik, en zonder Jaldin gebeurt helemaal niks vandaag. Gebeurt er weinig, hè? Yep, en ik tel altijd 2 minuten voor de pauze, maar het duurt altijd ietsje langer, maar dat geeft niet. Want dan praat ik hem wel even vol. Ja, we zijn nog een minuut over tijd. Ja, joh, die Diederik die is er nu. Oh. Zien we dat? Maar ook onze deelnemers, die gewoon zijn blijven hangen en aan de slag zijn. Diederik! Ik ga jou het woord geven zo en jij laat zien hoe het praktisch is. En ik had je al 2 cliffhangers meegegeven dat ik hoop dat je ook antwoord kan geven op de vraag over onderhoud. En dat je een vraag kan antwoorden over de C+. Wat van belang is, Jordan, doe je geluid is uit, we horen alles. Mijn excuses. Het is allemaal echt en we horen al jullie niet, maar jullie horen ons wel. Diederik. Als ik jou mag omschrijven, dan ben je nieuwsgierig, zeker analytisch en een tikkeltje eigenwijs. Maakt jou dat dan pure chocola met hazelnoot? Dat is een mooie omschrijving. Ik vind trouwens ook lekker pure chocola met hazelnoot, dus dat komt aardig in de buurt. Ik wou zeggen, wil jij ons meenemen naar de praktijk? Want we hebben heel veel concept gezien, maar ik wil nu wel eens even kijken, jongen. Proof of the pudding is in the eating. Let me see. Gaan we zeker doen. Dank je, Ilja, voor de introductie. Mijn naam is Diederik Doornijn, ook werkzaam bij Develop Inc. En ik wil jullie graag meenemen in 2 voorbeeldprojecten
die eigenlijk het verhaal omschrijft hoe wij het in de praktijk aanpakken. Er zijn twee aanvliegroutes hoe wij de projecten eigenlijk aanpakken. Dat kan op basis dat er al een bestaand ontwerp ligt. Dat moet dan niet in de DO-fase zijn, maar met name in de SO- en de VO-fase. Dan kunnen wij samen kijken hoe kunnen wij hier een optimaal presterende woning van maken. En wat zijn dan de aandachtspunten. En samen met een opdrachtgever ga je dan kijken wat ga je wel doorvoeren en wat ga je niet doorvoeren. De andere aanvliegroute, dat is de nummer 2. Dat is eigenlijk de ideale aanvliegroute, zoals wij hem noemen. Dat is op basis van smart concept. Dat zijn echt de stappen die Jordain net liet zien. Dan begin je echt eigenlijk bij nul. En dan neem je hem helemaal mee. En dan kan je dus samen eigenlijk het optimum bepalen voor het project. Allereerst beginnen wij met het project, project Pijnakker. Dat is van de ontwikkelaar De Maassen. Project Pijnakker, daar kwamen wij in beeld. Toen eigenlijk het plan wat u hiervoor ziet liggen, er lag al een SO-fase. Ja, dus er zijn, de plattegronden zijn bekend. De ontwikkelaar weet van ik wil hier gewoon 8 woningen realiseren. 3 laags en 2 laags. Er is al een beeld van ook hoe die past in de omgeving, in de omliggende bestrating. Dus op dit moment kwamen wij eigenlijk aan tafel. Wij vertelden wat wij doen met HEO en met Smart Concept. En de ontwikkelaar die was gecharmeerd en zei, nou, ik wil graag meer weten. En hoe gaat dat dan voor mijn project? Hè? Want kunnen jullie echt wat betekenen, ja of nee? Nou, aan de hand van de presentatie die Jordain ook liet zien, zijn we met hem verder gegaan. Hij zei van, nou, ik wil de volgende stap met jullie, graag met jullie maken. Waarbij we eerst met elkaar zijn gaan zitten en zo van wat zijn nou precies jouw wensen? En in de eerste stap begint hij dan met van, nou, dat plaatje wat je ziet, dit wil ik eigenlijk realiseren. Dus ja, even een stapje terug, hè, wat Jordain ook al aangaf van, een stukje prestatie komt vaak als laatste, maar daar beginnen wij mee. Van, wat is je prestatiewens? Want dat zegt zometeen alles over de toe te passen installaties en de bouwkundige schil daarvan. Dan zei hij van, nou ja, het zou mooi zijn als het EPC 0 kan worden, de woningen. En non behoort dat ook tot de opties, hè? Een beetje vragend. En als we dat toch bezig zijn, dan hoe zit het met de EPC 0? En dan kunnen we daar de verschillen van zien voor de verschillende type woningen. Ja, dus je zag dat daar ook de ontwikkelaar zoekend is van wat is mogelijk voor deze 8 woningen. En daarbij hoort altijd dat hij zegt van ja, de keuzes die we maken, is ook deels natuurlijk prijs en kwaliteit gestuurd. En ik wil wel gewoon een woning die ik goed kan verkopen. Dus de vrijheid van de plattegronden moet er zeker in zitten. Hij wil het ook woningborg gecertificeerd krijgen. En op het HEO-concept hebben wij ook een energieprestatiegarantie kunnen wij erop afgeven. Dus dat betekent dat op het moment dat je bij de verkoop, of eigenlijk bij de vergunning aanvraag, maar bij de verkoop van de woning, kan je in de brochure meenemen dat er een energieprestatiegarantie mogelijk is. En dat geeft net een verruiming, als je naar de bank gaat, een verruiming van je hypotheek. En dat kan aanzienlijk oplopen. En dat is dus erg interessant voor kopers die dan net zeggen van ja, kan ik dan net wel die uitbouw doen of die keuken? Dus die zeggen van ja, nou, als ontwikkelaar vind ik dat belangrijk om dat mee te kunnen nemen in de verkoop. Dus daar wil ik ook meer van weten. En eigenlijk het mooiste waarom wij aan tafel zaten en dat die zei ik wil graag met jullie verder. Hij zei ook van ja, als ik kijk naar onze eigen ambities, hè, dan zeggen we van we willen continu zijn we eigenlijk op zoek naar procesoptimalisatie en naar verduurzaming. En als ik jullie zo hoor praten met de concepten die je hebt, hoe je na hebt gedacht over de woningen, dan sluit dat heel erg goed bij elkaar aan. Dus ik wil bij deze geef ik jullie de opdracht om dit met HEO verder uit te werken. Dus we zijn vervolgens gaan zitten en gezegd van oké, we hebben de plan wat er nu ligt. Daar gaan we een scan van maken, maar we beginnen eerst met
de uitgangspunten, die u net ook zei, van welke prestaties, maar ook welke keuzes in materialen heb je voor ogen. Nou, dan maken we technische beschrijvingen. Dus rechts onderin, het is niet leesbaar, maar het gaat er meer om van, wij beginnen eigenlijk met de uitgangspunten goed met elkaar vast te stellen. En dan pakken we de volgende stap. In dit geval is de eerste stap is kijkend naar het plan wat er lag. Aan de bovenkant ziet u de twee verschillende plattegronden, eigenlijk de twee woningen, van de ene is drie laag, de andere is twee laag, van het plan wat er lag van de architect. Dan gaan we altijd kijken, wat is de basisgedachte geweest over waar zitten de leidingsschachten, waar zitten de installaties, wat voor type installaties is er over nagedacht. En we kijken ook van naar de slaapkamers, bijvoorbeeld rechtsbovenin, dus een vrij kleine slaapkamer. Er zit nog een schuin dak, zoals we zagen bij de eerste dia. Van haalt deze zo meteen wel de 5 vierkante meter reis? Nou, dat bespreken we gewoon met elkaar. En dan zeggen we van oké, ons eerste voorstel daarin. Kijk het naar een prestatie van een woning. Is dat we zeggen van nou, wanneer presteert een woning eigenlijk optimaal? Ook als je korte leidinglengtes hebt. En dan komt bij ons de warmtepomp. Zetten we altijd in de, eigenlijk op de begaande grond. Dat zie je het plaatje links onderin, zie je ook cirkel even staan. Daar komt een technische ruimte, daar staat een warmtepomp. Dan heb je ook korte leidinglengtes richting de keuken. En op basis hiervan is de eerste woning eigenlijk een scan samen doorgenomen. Hetzelfde hebben we gedaan met de andere woning. Daar kom je eigenlijk op dezelfde uitgangspunten aan. Ik zeg van ook op welke manier kijk je ernaar. Tevens zeggen we van, hey, we zien een gevel waar het keukenraam helemaal tot de grond loopt. We zien een keuken getekend met de werkbladen voor je raam langs. Is dat wenselijk, ja of nee? Dus we kijken ook net wat verder dan alleen maar standaard de installaties. Want je wil wel een totaalbeeld kunnen geven. En dan komt vervolgens ook weer een plan uit om te zeggen van, warmtepomp, installatietechnisch, hoe lopen de lijnlengtes? En zodat je een vervolgstap kan maken. Nou, dan heb je in ieder geval de plattegronden met elkaar afgestemd. Dan zeg je van oké, nu gaan we alles een niveau verder brengen. We gaan eigenlijk de eerste stap van de uitwerking doen. En dat is bij ons dat we zeggen van we zetten alles op eigen productiemate uit. En dus ook een gevel wordt op kop- en lagemaat gezet. Dat zit ook in de plattegronden. Vervolgens pak je de geveltekening, in dit geval van de architect, en zeggen van, er zitten hele duidelijke lijnen in die terugkomen, eigenlijk vanuit de omgeving, maar die dus de architect heeft meegenomen. Dan zeggen we, hey, kijkend, als je dit dus op productiemaat uitzet en je maakt de details en de doorsneders, dan zie je dat deze lijn, in dit geval de rode lijn in de middelste tekening, de geveltekening, dan zie je dat betekent dus eigenlijk dat je aan de binnenzijde dat je een opstapje krijgt. Aan de buitengevel zou je dat niet zien, maar omdat je die doorsnede maakt en je hebt het op de maatvoering uitgezet, komen dit soort dingen naar voren, waarbij we dan met de opdrachtgever afstemmen, is het wenselijk of niet? Dus wil je dit houden? Nou, in dit geval was het in de badkamer en die zegt van, nou, eigenlijk wel fijn, want dan heb ik als ik mijn badkamervloer schoonmaak, dan zit ik niet continu tegen mijn kozijn aan, dus een opstap is fijn. Dus dat betekent wel, dit krijg je ook in de slaapkamer. Nou, afweging geweest, waarbij de opdrachtgever gezegd van, nee, vind ik goed zo, nemen we mee. En dit is natuurlijk fijn, dat je dit soort dingen nu al weet. En niet zometeen bij, op het moment dat de vergunningstukken gereed zijn, het naar een aannemer gaat en de aannemer komt hier met de werktekening en dat een opdrachtgever zegt, ja, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dus wij werken het echt uit op productieniveau, eigenlijk in een hele vroege fase. En dan kom je ook weer uit op het overzicht wat Ilja liet zien, hè, met de bolletjes, van investeer nou goed in dat voorste deel, dat geeft alleen maar profijt later. Zeker ook als het over investeringen gaat. En een ander voorbeeld, van de andere woning is dit gevelvoorbeeld.
Linksboven, daar ziet u het ontwerp van de architect. Heeft een hele duidelijke wens van de pannenlijn moet in de goot eindigen. Als wij dat weer op de productiematen uitzetten met de kop en lage maat, dan zeggen van nou, we maken eerst even een detail. Zo van, hè, van hoe sluit dat allemaal precies met elkaar aan? Ook als je die wens wil. En welke lijnen krijg je dan? Als je dat, dus, en dat is ook met de isolatieschil die samen bepaald is, waarbij de opdrachtgever had gezegd van nou, ik wil hier een hoge isolatiegraad hebben. Dat is ook weer een bepaalde pakketdikte. Zeg van oké, dan wordt dit dus het detail. En dan zijn de lijnen, de gevellijnen, die lopen dus eigenlijk door. Nou, je ziet aan de rechterkant, met de rollaag, dan zeg je van ja, dan heb je daar verschillende mogelijkheden in. Maar in dit geval zou je dus vrij duur metselwerk krijgen, omdat je nou, dat zwevende deel zou je moeten opvangen. Een oplossing is om een knik te maken. Dus dan heb je ook meteen deels budget gestuurd, waarbij de opdrachtgever zei van, nou, kom naast het architect, doe die knik. Ik vind dat er ook netjes uitzien, sluit netjes aan en dan heb ik ook geen dure oplossingen. Dus dat komt allemaal in een heel vroege fase al naar voren. Als je ook kijkt naar de wens van de opdrachtgever in het begin, hè, zo van nou ja, welke prestatie aan de woning wil ik geven? Ga ik voor nou, in dit geval de energie-neutrale of de EPC4 of toch de NOM? We zeggen, nou, dat kunnen wij inzichtelijk maken. Dus wij hebben gekeken naar het hele plan. En zeggen eigenlijk van, oké, deze woningen met deze, met de gekozen isolatiegraad en de gekozen installaties. Zeggen van, oké, dat betekent voor een EPC 0,4 heb je geen PV-panelen nodig. Voor de energie-neutrale zou je het dak vol komen te liggen. En het achtergevel plaatje, dat is eigenlijk rechtsboven. Er komen ze op een aantal plekken, de hoekwoningen, die hebben daar extra PV-panelen nodig. En als je inderdaad naar NOM zou gaan, dan zou de hele achtergevel vol komen te liggen. En dan haal je het nog niet. Oplossing daarbij is dat er een eigen privéparkeerterrein aan de binnenzijde ligt. En dan zou je dus carports moeten gaan aanbieden, waar dus extra PV-panelen op komen. Nou, dit is in ieder geval voor de ontwikkelaar. Je hebt de mogelijkheden van, hey, hoe ga ik de woningen in de basis in de verkoop doen? Ga ik met kopersopties werken, ja of nee? Maar die kan dit ook meteen eigenlijk met ons afprijzen. Dan heb je meteen een beeld van, wat kost nou iets in een bepaalde keuzes? Wat hierin ook mooi te zien is dat wij ook de ramen, in dit geval de dakramen, zo positioneren. Eén, dat je altijd goed zit met mogelijke PV-panelen die je kan kiezen. Maar alles is ook op de gekozen panmaat uitgezet. Dus dan zit je met je panlatten zit je goed. Dat is allemaal zo wel uitgewerkt. Dus je hebt echt een productieniveau tekeningen bij de vergunningaanvraag. Dus we gaan verder dan hetgeen gevraagd wordt bij de vergunningaanvraag. Wat is nu het eindresultaat voor dit werk? Dit is even een samenstelling van de tekeningen die je krijgt bij dit werk. Dus er zitten gewoon de plattegronden bij, de gevelaanzicht, de doorsneders, alle details. Je ziet links, midden onderin, zie je ook een 3D. Als, van de constructies werken we zo helemaal uit. En je weet precies, als het gaat over de isolatieschil en de installaties, wat er nodig is om de prestatie te krijgen die je met elkaar afspreekt. Ja, dus in deze woning zie je dus de Kingspan Coolterm zit erin met de RC van 6,5. Wij hebben voor de ATAG Energie een 5 kilowatt. We hebben voor de verwarming op de verdieping de jagerstralen convectoren. Op de begaande grond was de wens om tot vloerverwarming toe te passen. De WTW-systeem van Duco Energy. De schuine daken, daar zit het Unidek RO8, de RC8 in. En de Ubbink Air Excellent voor alle leidingen voor het ventilatiesysteem. Dus op dit moment heb je eigenlijk stukken gereed voor de vergunningaanvraag. Maar wij doen niet alleen het tekenwerk en het engineeringwerk. Want hierachter ligt, dit is eigenlijk een uitvloeisel. Maar hierachter liggen alle berekeningen.
om uiteindelijk datgene te kunnen tekenen en kunnen bepalen wat je nodig hebt. Wij maken alle berekeningen zelf ook in huis. Want we zeggen van op die manier kan je echt integraal alles bekijken. En we doen altijd van alle verschillende berekeningen maken wij een eigen samenvatting. Dat is eigenlijk een toets die wij zelf doen van ons eigen werk voordat je de vergunning indient. Maar dan weet je gewoon dat het goed is. Wat nu mooi is om te laten zien, is dat dit is even een plaatje, een rendering zoals het eruit moet gaan zien. Het moet nog gebouwd worden. Het is goed om te weten is dat dit project is ook een project voor de Wet Kwaliteitsborg. Dat is voor de gemeente Pijnakker in dit geval een proefproject. De vergunning is reeds ingediend. Waarbij het leuk is om te weten is dat bij de Wet Kwaliteitsborg wordt de toetsing door een externe partij gedaan en niet door de gemeente. En in dit geval was de technische toets was al gereed voordat de vergunning werd ingediend. Dus eigenlijk werd de vergunning werd ingediend via het OLO, waarbij er meteen een samenvatting zat van de toets, van de technische toetsen die de gemeente weer had ingehuurd. Technisch voldoet het. Dus het was wel mooi om te zien in het proces hoe snel dat dan gaat. In vergeleken de trajecten die denk ik iedereen wel kent. Die zetten een vergunning in 8 weken en in de laatste weken krijg ik ook een aanmerking, waardoor het proces nog verder vertraagt. Ja, dat is bij deze in ieder geval al getackled. Dat is echt mooi om te zien hoe dat in zijn werking gaat. Wat wij ook heel fijn vonden, is dat dit werk, daar hebben we aan de opdrachtgever gevraagd van, nou, mogen wij een interview doen? Dus wij hebben een externe partij een interview laten afnemen bij de heer Menno Faber. Ik mag toch zeggen dat we daar wel trots op zijn als je dat dan zo weer terugleest. Ik wil toch even een aantal highlights uithalen en die met jullie delen. Omdat het ook wel aangeeft hoe wij werken en hoe dat dan hoe dat overkomt, gelukkig er dan komt. Dus als je dan de heer Faber hoort zeggen ook van waarom zouden we iedere keer het wiel opnieuw uit moeten vinden? En mooi toch dat de techniek van de woningen in combinatie met de isolatie al is uitbedacht en berekend. En zelfs dat het leidingverloop is geoptimaliseerd. Dus geen verrassingen meer achteraf. Dus dat is ook hetgene wat wij beogen. Heel goed kijken in het begin. En op die manier eigenlijk tot een optimum komen. In combinatie met de wensen die er zijn van het ontwerp. En dan eindigt hij inderdaad zijn interview van de samenwerking is me heel goed bevallen. Snel schakelen. Hoge kwaliteit. Optimalisatiemogelijkheden. Prestatieverbetering. En een ander project zou ik zo weer met ze oppakken. Dus wij waren heel blij om dit in ieder geval terug te lezen. En dit is in ieder geval even als afsluiting van het eerste project. Waarbij we dus eigenlijk erbij zijn gekomen op het moment dat het in SOVO fase was. Dus er lag al een basisplan. Dan wil ik eigenlijk nu naar het tweede project. De chat is volgestroomd. Werkelijk hoor. Er zijn allerlei vragen. Dus ik ga een paar aan je stellen alvast. Rob, jij vroeg op welk moment was de omgevingsvergunning aangevraagd tijdens het schetsontwerp of tijdens het definitief ontwerp? Volgens mij gaf ik daar net al snel antwoord op, Rick. De omgevingsvergunning is aangevraagd op basis van onze stukken. Dus op productietekeningen. Oké, en Ben die stelde de vraag en dan ik verbaster hem een beetje hoor, Ben. Ik bedoel, die zei, goh, gebruiken jullie nog kalkpapier? Of is dit allemaal BIM engineering? Voor dit werk is het kalk, maar dan is het gewoon 2D. Dat was ook de vraag om dit in 2D uit te zetten. Omdat dat vragen wij inderdaad altijd. Van wil je het in 2D of 3D? Dat is afhankelijk vaak wie de eindklant is. En dat kan zijn de aannemer die zegt van ik doe niks met 3D tekeningen. Of een corporatie zegt van ik wil per se 3D tekening, want daar kan ik in mijn onderhoudspakketten juist mee werken. Dus ook dat stemmen wij met elkaar af om niet onnodig uren erin te zetten.
Nou, misschien dat ik even op mag inhaken. In principe is het ideaal beeld natuurlijk, zeker als je gaat naar productie. En ik snap de vraag van Ben ook wel, hè. Zeker in de ruwbouw. Ze gaan naar de productie van je wanden of van je vloeren. Dan is het natuurlijk ideaal inderdaad om vanuit de BIM-modellen te werken. Dat is echt in productiefase, dat beaam ik. Ik heb zelf een achtergrond in BIM. Ik heb een aantal jaar voor Nemetschek gewerkt. Dus ik ken de wereld van BIM wel van binnenuit, denk ik. Maar inderdaad, wat Diederik ook zei, het moet wel doelmatig zijn. En als we opdrachtgevers zijn en zeggen, joh, maar ik wil pertinent, wil ik geen BIM-model, ik wil ze plat hebben. Dan is dat wel gewoon een optie. Onze voorkeur gaat uit zeker voor productie om het op BIM te doen. Waarbij eigenlijk altijd het detailtechnische stuk, en daar zijn BIM-modellen gewoon niet zo sterk in. Het maken van detaillering, wat bij ons ook een heel belangrijk onderdeel is. Die houden we wel altijd naast. Dus ja, BIM, absolute voorkeur. Maar op het moment dat het er plat gewenst is, dan is dat voor ons niet dat het een no-go area is. Ja, een kleine aanvulling nog daarop. Onze vaste constructeur, die werkt het altijd wel uit al in BIM. Dus die vraagt ons ook altijd van, nou, wat is de wens? Moet het Kalk Sans zijn worden? Moet het prefab worden? Is ook al bekend wie de leverancier daar mogelijk van kan zijn. Want dit kan direct 1-op-1 als onderleg worden gebruikt voor de betreffende leverancier. Dus het is, in dit geval, dit project is de constructies is in 3D uitgewerkt. En gewoon de vergunningstukken, de tekenwerkers in 2D. Oké, nou, Ben had nog heel veel andere vragen over wat jullie allemaal controleren in het ontwerp. Maar ik stel voor dat we daar later even op terugkomen. Want er is ook een vraag geweest van Rob over, joh, die PV-panelen, kunnen we niet gewoon elektriciteit inkopen? En een andere vraag, die gaat over de elektriciteit. En wat is dan het maximaal vermogen? Wat is er nou eigenlijk nodig? Want als alles elektrisch is, waar hebben we het dan over? Zal ik die oppakken, die weer? Ja, dat lijkt me goed. Nou, ik zag de vraag ook in de chat voorbij. Ik vond het een leuke vraag en een goede vraag ook. Omdat, kijk, in de basis is het uitgewerkt op EPC 0,4. En daar was de 8 woningen kunnen allemaal af zonder additionele PV. Tweede vraag is de opschaling ook als kopersoptie is energie-neutraal. Nou, daarvoor zien we dat dat gewoon prima op een platte dak kan. Ook rekening gehouden, hè, met eventueel beschaduwingen van de doorvoeren. Ga je naar een 0 op de meter? Nou, hebben we inderdaad gekeken naar een zonne-carport. Dus geen zonnepark in dit geval, maar een zonne-carport. Dus een besloten binnenplaats. We gekeken naar een zonne-carport. Ook om uiteindelijk de extra hypotheek te kunnen gaan aanbieden. Ik zei net al, het is mogelijk om een energieprestatiegarantie af te sluiten. Dat is ook vastgelegd wettelijk. Hè. Dus in de tijdelijke regeling hypothecair krediet heet dat ding. Waarbij je voor 0 op de meter een extra leencapaciteit tot €25.000 kan krijgen. Daar zit wel een beperking aan, namelijk dat de opwekking van energie op, in of aan de eigen woning, schuinstreep, eigen perceel gebeurt. Dus het inkopen van energie bij energievelden bijvoorbeeld, past daar niet in binnen die regeling. Vandaar dat wij op de besloten binnenplaats, die wel kadastraal ook toehoort aan de woningen, hebben gekozen voor een zonnepark. Alleen die binnenplaats was niet dermate groot dat wij alle panelen van de woningen konden halen. En had ook nog een beperking dat er omheen een aantal bomen staan die beschaduwing leggen op de panelen. Dus we hebben daar wel inderdaad heel kritisch naar gekeken. Het liefst hadden we inderdaad volledig paneelloos, zeker op de daken. Want ik geef toe, dat is niet het meest fraai. In dit geval zitten ze wel aan de achterkant, maar oké. Okay. Dus we hebben er wel nadrukkelijk bekeken, maar binnen de mogelijkheden, zowel van het project als de juridische mogelijkheden, was dit het maximaal haalbaar als je inderdaad als 0 op de meter wil aanbieden. Oké, dankjewel. Er zijn nog één vraag voordat we naar het tweede voorbeeld gaan, want dan ga ik weer eens eventjes door de chat om te kijken of alles te pakken heb. Een van de vragen die eerder gesteld was van, joh, monitoren jullie de gebouwgebonden verbruiken, maar ook de bewoners verbruiken? Monitoren jullie dat apart of zit dat allemaal door elkaar heen? Nou, misschien inderdaad in zover. Kijk, je hebt nou maar één energiestroom, maar je hebt wel twee posten waar je rekening mee houdt. Inderdaad, het gebouwgebonden energiegebruik. Dat is eigenlijk alle energie die direct band houdt met je verwarming, met je tapwater, je koeling, ventilatie. Die monitoren lezen we uit de verschillende installatietechnieken. Dus dat gebruik, dat hebben we afgedekt.
Alles wat resteert, dat is inderdaad het huishoudelijk gebruik. En daar zijn bundels voor voorzien. Ook die zijn weer vastgelegd. Enerzijds, als we het hebben over sociale huur in de EPV, de energieprestatievergoeding. Anderzijds zijn ze vastgelegd ook weer in die tijdelijke regeling hypothecair krediet. En voor grondgebonden woningen in de koopsector is dat 2700 kilowattuur per jaar. En dat zijn bundels die wij meenemen en die wij ook die ook gegarandeerd worden op die energieprestatiegarantie. Ik kijk naar de tijd. Het is 11:15. Om 11:30 moet ik echt weer wat anders doen? Dus, mag ik het tweede voorbeeld van jou, Diederik? Chocola. Het tweede voorbeeld is het project Gorkum. Dat zijn 64 woningen van de realisatie. Hier was ik in september, kwamen wij in gesprek met de realisatie. En het plan wat je eigenlijk voor je ziet was een verkaveling. Waarbij wij eigenlijk onze presentatie weer deden van wie en wat doet HEO. Waarbij ze zeiden van wij hebben hier een hele scherpe aanbieding gedaan. Dus wij moeten hier een optimale woning neerzetten die voldoet aan de eisen. Maar die ook binnen het budget past. Waarbij wij eigenlijk de presentatie lieten zien, die Jourdain liet zien, waarbij ze heel gauw gecharmeerd waren van dit plaatje, waarbij ze zeiden van ja, kijkend naar de woningen die er omheen staan, zijn het eigenlijk daar waar die twee rondjes staan, willen we hier rijwoningen hebben en een aantal woningen met een ver bijzondere topgevel. Dit is eigenlijk het beeld wat we hier willen hebben. Waarbij de prestatie van alle woningen moest EPC 0 zijn. En er was een hele harde eis van de gemeente van minimaal 50% van de woningen moest door middel van een kopersoptie naar non gebracht kunnen worden. En de realisatie zei van ja, ik wil ook eigenlijk geen discussie meer hebben van vergunningaanvraagstukken naar de aannemer als het over kwaliteit gaat op het moment dat ze de werktekening maken. En van joh, het zou fijn zijn als het gewoon één keer goed zou zijn. En de anderen die ze als wens hadden, zeiden van ja, ik wil wel eigenlijk nog dit jaar indienen. Want hoe eerder we de vergunning kunnen indienen, des te eerder krijg ik de vergunning. Des te eerder kan de verkoop starten en de bouw starten. Dat is een mooie uitdaging, want dat betekent dat we 9 weken hebben om van niets naar een complete set te komen. Dus uitgangspunten vaststellen, er moest een architect worden geselecteerd, we moesten een SO maken, we moeten ook nog akkoord krijgen van welstand en de complete uitwerking, vergelijkbaar met de uitwerking die jullie net hebben gezien bij project Pijnakker, die moesten we allemaal op het HEO niveau verder uitwerken. Dus we zeiden van, het is een mooie uitdaging, die gaan wij graag aan, maar we gaan wel hele harde afspraken met elkaar maken. Dus we maken een strakke plan van aanpak. Wat zijn aan de uitgangspunten? Wat zijn de keuzemogelijkheden? Zodat we eigenlijk in week 1 al heel veel dingen met elkaar gaan vastleggen. Om die planning te kunnen gaan halen. En dat zijn ook allemaal kaders die we aan de architect mee kunnen geven. Die uiteindelijk de schilder omheen moeten ontwerpen. Ook om akkoord te kunnen krijgen. Dus we hebben ook gewoon naar elkaar uitgesproken van joh, strakke planning en we gaan elkaar erop houden. Maar nogmaals, er lag niet meer dan het plaatje rechts onderin elke verkaveling. Stap 1 wat we met elkaar gedaan hebben is van oké, wat voor type woningen wil je hier gaan realiseren? Dus eigenlijk van in dit geval de verschillende stramienmaten. En dan kun je ook rekening houden als ontwikkelaar met van hoe wil ik het in de markt zetten? Allemaal hetzelfde of wat wisselingen? Hoe past het op de kavels? Stap 2 is dat we zeiden van ja, er ligt een hele harde eis van die 50% non. Die moeten we wel heel goed nu bekijken, zodat wij de juiste kaders mee kunnen geven aan de architect. Dat je een wildgroei krijgt van mooie gevels waar zo meteen die kopersoptie niet meer mogelijk is. Dus we zeiden van, kijk het naar de situatie. Zou dit de woningen kunnen zijn waar dan non-bijna mogelijk is? Dat hebben wij vertaald voor de architect. Dat we gewoon zeggen van, kijk het naar de gevels. Waar kan je wel een topgevel doen? Waar kan je geen topgevel doen? Om zo eigenlijk allemaal met elkaar kaders mee te geven voor in dit geval de masterstudie van de architect. Toen
toen zijn wij met de opdrachtgever gaan zitten. En okay, kijk het naar de type woning wat je in de verkoop moet doen. Hè. Dus begin even met de plattegrond. Hoe wil je zo meteen, hoe zou je willen wonen? Dan wel, hoe wil je zo meteen de woning gaan verkopen? Ook kijkend naar waar wil je eigenlijk zo meteen de schachten hebben? Ook weer gekoppeld aan het type installatie wat je wil hebben. Wil je een ventilatiesysteem C hebben of wil je weer systeem D hebben? Dan krijg je meer schachten. Daar heeft de opdrachtgever heeft daar keuzes gemaakt in plattegronden. Vervolgens heeft hij eigenlijk, dat is het middelste plaatje, zegt van oké, uit degene die ik nu heb gekozen, daar heb ik nog wat wensen in. Ik wil graag toch wel een open trap hebben aan de onderkant, dan is dat ruimer. Hè? Dat zijn mooie artist impression. Ik zou de hal wat kleiner willen hebben. Nou, wat zijn de mogelijkheden aangaande de keuken? Kan ik die bijvoorbeeld aan de andere kant neerzetten? Zeiden wij van ja, andere kant, dan, dat is wel een aandachtspunt, hè? Want dan kom je wel op je leidinglengte, want dan kom je verder dan de 4 meter. Hij zei, nou, ik zou wel de vrijheid willen hebben dat ze bijvoorbeeld een L-keuken kunnen plaatsen. Ik zei, dat is goed, hè? Dan nemen wij een L-keuken mee. Dit is wel weer een kader, ook voor de architect, dat hij dus niet lange ramen tot op de grond moet ontwerpen. Dus op die manier ga je samen eigenlijk naar het ontwerp kijken. Met wat wij dan telkens in het achterhoofd hebben van type installaties, de prestaties. Wat betekent dat? Warmtepomp. In de technische ruimte, als je een open trap wil, dat betekent dat het buffervat wat eigenlijk in de trapkast zat, onder de trap, die komt dan in dit geval bij de techniekruimte, dus dan zie je daar, we zien hem ook weer iets groter. Maar op die manier hebben we dus alles samen afgestemd en dit is eigenlijk nog steeds in week 1 waar we nu zitten. En datzelfde hebben we gedaan voor de betreffende verdieping die erbij hoort. Die neem je eigenlijk ook samen met elkaar door van, nou, wat voor kamers wil je erin hebben? Waar zet je de wanden neer? Ga je voor een lepelhoek of ga je juist weer voor de schacht? Dat zijn eigenlijk allemaal keuzes die je samen doorneemt. Waarbij je ook kijkt van, heb je ook nagedacht over de kopersopties die je wil gaan aanbieden? Van, nou, ik wil graag een vergroting van een badkamer. Oké, dan moeten we daar rekening mee houden. Ook weer richting de architect, dat als je een vergroting badkamer doet, dat die muur wel kan verschuiven. Niet dat die in één keer voor een raam komt te staan. Hè. Dus dat zijn allemaal basiskaders die je dan met elkaar opstelt om tot een goede woning te komen. Vervolgens pak je eigenlijk de bovenste verdieping, waarbij wij zeggen van oké, dat even een doorsnede. Dat is in dit project heel erg belangrijk. Omdat je zegt van oké, de eis, als je naar dit type woning kijkt, die zegt van oké, EPC 0, energie neutraal. Dat is over het algemeen zijn deze woningen met een goede schil te halen met 10 PV-panelen. Maar als je naar non wil, moet je er 20 PV-panelen kwijt kunnen. Dat betekent dus dat, kijken naar een dakvlak, en je pakt dan de maat van de PV-panelen, en zegt van oké, dat kan ik passend krijgen, maar de diepte van de woning heeft ook een bepaalde maat. Dus dat kan alleen maar passend krijgen als, in dit geval is dit de doorsnede dan. Dus dan kan je, als dit het dakvlak is, dat betekent dat je nokhoogte, daar volgt nokhoogte uit. Ik zeg, nou, we pakken het bestemmingsplan erbij, we gaan door de hoogte van het bestemmingsplan heen. Dus van, dat is wel heel erg belangrijk nu om te weten wat je nu met de gemeente moet oppakken. Gaan ze daarmee akkoord, hè? Want het kan, maar dan moet de gemeente wel zijn medewerking daarin geven. Ze zijn letterlijk met deze plaatjes direct naar de gemeente gegaan en gezegd van joh, de eis van NOM, komen bij jullie vandaan. Daar kunnen we realiseren, maar dan moeten we wel 75 centimeter door de hoogte heen. De gemeente zei van, op basis van deze gegevens, akkoord, ik verleen medewerking. Dus daarmee zeiden ze van ja, dat is wel heel fijn dat je dat nu al weet. En niet dat je je dak op de 10 meter hebt gezet en vervolgens komt er iemand met een kopersoptie en de PV-panelen passen er niet op. Hè? Ze zeggen van ja, dat is natuurlijk in prestatie heel erg belangrijk om nu te weten. En wat je ook in dit plaatje goed ziet, dat is ook degene wat Jordan had aangegeven, is dat de daken zijn bij ons eigenlijk spiegelbaar, oriënteerbaar, zodat je altijd op zoek kan gaan naar
de meest optimale zonkant. Om te voorkomen dat je niet onrendabele PV-panelen moet gaan neerleggen. Vervolgens spreek je ook met de opdrachtgever van wat voor type installatie wil je erin hebben. En dan met name gaat het dan over convectoren, vloerverwarming, maar ook ventilatiesysteem. Wil je dus verse lucht van buiten naar binnen halen, ventilatiesysteem C? Of wil je in dit geval is gekozen voor ventilatiesysteem D? Waarbij we zeggen van oké, in dit geval zegt de opdrachtgever ook, ik wil de basic gevel, isolatie. Waarbij we zeggen oké, gezien de keuzes die zijn gemaakt, is voor deze woning, is dit type installatie, gaan wij hierop toepassen en verder uitwerken. We hebben ook samen verschillende details meegenomen. En we zeggen van oké, wij hebben een aantal basisdetails. Dat gaat ook over van hoe moet je goed nadenken over de kierenafdichting en de afsluiting. Maar met name als het over de budgetwoningen gaat. Wil je een eenvoudige beëindigende kap? Wil je, of een groot moet ik zeggen, of de aluminium groot? Of wil je een houten getimmerde groot? Nou, hieruit worden ook keuzes gemaakt. En op basis van al deze informatie gaat de aannemer ging aan het werk. En die heeft eigenlijk, op basis van hetgene wat je daarvoor liet zien, dat gebeurt eigenlijk allemaal nog steeds in week 1, heeft de aannemer deze SO opgezet. Heeft ook opnieuw gekeken naar de massastudie. Oké, waar krijg ik de verbijzonderingen in de topgevels? En op basis hiervan heeft de ontwikkelaar dan nog gezegd van, nou, ik wil de achterpui, wil ik wel dubbele deuren hebben. En nou, een kleine fine-tuning gemaakt. Daar heeft de architect de set gemaakt die vervolgens naar welstand gegaan is. Dit is de set van welstand waarop akkoord gekregen is. En wat wij dan mooi vinden in dit proces is dat je ziet van, en dan ga ik even één sheetje terug. Dit is dus het eerste ontwerp wat de architect heeft gemaakt. En dan de set die dan definitief akkoord welstand heeft gekregen. Daar zit niet zoveel verschil in. En dat is natuurlijk mooi in het proces. Niet zoveel verschil betekent ook kort in de tijd. Dus daar verlies je geen tijd mee. Tegelijkertijd konden wij de verdere uitwerking oppakken. Dus er gaat alles weer, hè, wat we net zeiden, kop en lage maat, detaillering, gewoon alles op productieniveau. Waarom staat er bijna? Bijna omdat wij daar nu volop mee bezig zijn. Einde van het jaar moeten we alles indienen. Maar dat geeft wel even aan waar we nu zitten. Detail rechts onderin geeft bijvoorbeeld weer van, nou, hè, dat is tot hoever we eigenlijk gaan. Is dat je zegt, ik heb daar een raamdorpelsteen. Maar die trekken we ook helemaal uit. Hè, dus je ziet precies hoe zit die opgebouwd. Dus voor de aannemer zo meteen ook tellen en weten waar ze moeten komen. We zijn nu ook volop bezig met de berekeningen en de constructeurs nu volop aan het rekenen. Dus we hebben nog geen interview kunnen doen met de mazen. Althans, het interview doen wij aan het einde van het project. Dus die staat voor januari. Dan is het ingediend voor de vergunning. Maar ze wilden wel even een reactie meegeven. Waarbij ze zeiden met name, dat hebben we net ook laten zien, hè, dat je in die vroege fase, ze zeiden van met die nokhoogte, dat we dat al gewoon in de eerste week al achterkwamen. En door die onderbouwing met de gemeente, dat de gemeente ook bereid was om mee te werken. Daar zie je echt wel het verschil van deze manier van werken. En dat was ook wel echt wel mooi om weer mee terug te nemen. Dat je zegt, nou, daarmee kan je echt gewoon een verschil maken. Ik denk het goed is van, we hebben nu twee projecten laten zien, allebei eigenlijk in verschillende fasen dat wij zijn ingestapt, waarbij we eigenlijk voor hetzelfde eindresultaat gaan. Dan is vaak de vraag van, ja, maar wat, als die vraag krijgen we is van, ja, wat, hoe moet ik jullie nu plaatsen? Een adviesbureau, een installatiebureau, een engineeringclub, constructies, ja, wat doen jullie nu precies? Eigenlijk zou je het kortom kunnen omvatten van, wij doen eigenlijk alles, behalve de architectuur.
Dus als je een project wil oppakken, dan zeg je van je hebt je architect nodig voor de buitenschil. En wij pakken voor de rest eigenlijk alles op. Dus als je het samenvat voor de complete engineering voor omgevingsvergunning, dan is dat de tekeningen en de berekeningen maken. We pakken ook de specifieke heodetaillering. We doen het advies voor de WDE, installaties, bouwkundig, bouwvisies en natuurlijk de constructies pak je meteen op. Het ontwerp stemmen wij gewoon af op de heo-componenten. We maken ook de technische omschrijving. Alle benodigde berekeningen, de EPC-berekening, de bouwbesluitberekeningen. Maar wij doen ook, en die is niet nodig voor de vergunning, maar wij doen wel de warmteverlies- en koellastberekeningen. Want daaruit kom je echt tot de juiste benodigde installaties voor de woning. We zeggen ook altijd van joh, de basiskopersopties, hè, dus de uitbouw, de dakkapel, die dus van invloed zijn op je prestatie van een woning, neem die ook mee. En bereken daar ook de consequenties van. Dat kan best zijn dat de kopersoptie leidt tot 1, 2 PV-panelen extra als jij je aan de energieprestatie wil houden. Constructies pakken wij op. En we leveren de onderleggers voor de verkoopbrochure aan. Dit is hetgene wat wij doen voor de omgevingsvergunning. Hetgene wat wij kunnen doen ook voor de uitvoering. Hè, dat kwam net al even te sprake, is dat van er is een keus van wil je het in BIM verder opzetten. Dan pakken we het al eerder in BIM op, maar dan heb je ook gewoon uit BIM komende werktekeningen, waardoor je zo ook de inkooplijsten krijgt uit BIM. Je krijgt ook gewoon de werktekening, paalplan en fundering. Uiteindelijk de definitief gekozen opties, die worden we ook gewoon berekend, zodat het ook gewoon voldoet. En gewoon de begeleiding en uitleg van de hele component, waarbij juist het inregelen en inbedrijfstelling, eigenlijk bij oplevering, dat is eigenlijk maatgevend voor een goed presterende woning. Ja, dus dan zeggen we, dat is gewoon een hele belangrijke. En uiteindelijk natuurlijk het opleverend dossier wat erbij hoort. Het is al eerder gezegd, dus ik hoop niet dat iedereen heel hard heeft meelopen schrijven, maar deze presentatie wordt gewoon gedeeld. Nou, indien dat niet wenst, dan kan het af aangeven bij duurzaam gebouwd. En nou, ik geloof dat ik 2 minuten over tijd ben, Ilja, maar dit was in ieder geval het project. We zijn er nog niet. Hartelijk dank, want voor mij was het niet verduidelijk. Er waren nog best wel wat vragen in de chat en ik ga er nog enkele aanpakken. Want een van de vragen was hoogbouw, doe je dat ook? We zijn er mee bezig, ja. Appartementen. Nee. Er was nog een hele vraag over luchtdichtheid, maar ik stel toch voor dat we Stierlin misschien nu niet geluid overlast. Ja, misschien even heel kort inderdaad. Ik zag de vraag ook voorbij komen. Het ging met name even over geluid, hè. Zeker als je naar een zwaarder geïsoleerde schil gaat. Of dat zaken zijn waar we mee rekening houden. Het antwoord daarop kunnen we kort houden, dus ja. Dus dat soort zaken, omdat naast energiezuinigheid ook comfort een rol speelt, nemen we dat soort zaken uiteraard mee. Mooi. Ik zie nog ook een persoonlijk stokpaardje van mij. Vrouwtje vraagt, jongens, hebben jullie ook nagedacht over een NO Green Label-achtige setting, koeling, isolatie door middel van groen in de tuin? Ja, dat is wel een hele belangrijke. Op dit moment zit dat er niet specifiek in, maar dit is even status nu. Maar we gaan blijven natuurlijk gewoon doorontwikkelen, ook naar de komende jaren. En daarin is eigenlijk circulariteit en duurzaam materiaalgebruik een hele, hele belangrijke. Oké, nou jongens, we gaan afronden, want Alexander zei er al, ik kan er geen chocola van maken. Nou, dat zei hij letterlijk niet. Hij vroeg, jongens, kan er ook een samenvatting komen? Het betekent dat je dit kan terugkijken, want eerder in de chat zag ik wel iemand die zei, ik heb de eerste 10 minuten gemist. Waarom heeft ze het steeds over die chocola? Dat zit in die eerste 10 minuten. Je kan hem terugkijken, die staat op de website. Jullie krijgen daarvoor mailings, word lid van de nieuwsbrief. Ik zag Marvin al reageren van, jongens, er komt heel veel aan. Daarin staat de presentatie. Je mag terugkijken. Je kan mij dan vertragen, zodat je hoort wat ik zeg. Maar ja, ik ben nog eenmaal zo'n lekkere klets. En ik hou er gewoon de snelheid in. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie deelname, kijken. We hebben een hoop kijkers gehad. Jourdain en Diederik, hartelijk dank voor alle details die jullie gedeeld hebben. Want het is daadwerkelijk share, care, maar ook dare om met dit concept te laten zien dat je aan de binnenkant de boel gewoon op orde hebt, technisch op orde. En we maken er een concept aan, zodat je aan de buitenkant keuze of mogelijkheden hebt voor de gemeente, voor de woningcorporatie en voor alle andere opdrachtgevers die net wel even dat andere mooie pandje willen hebben. Ik ben blij om te horen dat we ook naar de hoogbouw gaan, want niet iedereen wil een tuin. Ik ben toevallig dol op dahlia's, maar ja,
niet altijd heel, moet ik dat zeggen? Heel trendgevoelig, laat ik het zo zeggen. En volgens mij heb ik dan alles te pakken. Zijn er nog dingen? Ja, ik wil in ieder geval alle deelnemers aan het webinar in ieder geval heel hartelijk danken voor hun aanwezigheid. Stel even vragen. Inderdaad, niet alle vragen hebben beantwoord. Dus mocht er een vraag zijn, zeg joh, ik wil eerst toch graag beantwoord hebben. Een mailtje kan via onze website www.bouwheo.nl, info@bouwheo.nl voor mail. Of inderdaad via LinkedIn. Dus nogmaals, meld je als er vragen zijn. Dank jullie wel, we gaan afsluiten. Tot ziens. Bedankt. Oh jongens, we zijn klaar, maar ik zie ook nog staan een erg goed verhaal. Vind ik leuk. Hoogwaardig. Ja, is leuk. Ja, zeker. Kom door, jongens. Kom maar door. Mooi webinar. Heerlijk. We hebben ons best gedaan. Dank je wel. Ja, ik vond het wel een leuk. Het was hun primeur, hè? Ze hadden het nog niet eerder gedaan. Jullie hadden een scoop. Ja, dat was de eerste webinar inderdaad die wij hier hebben gedaan. Dus het is mij wel goed bevallen, moet ik eerlijk zeggen. Ah, leuk. Heel bedankt, Ilja. We gaan de boel afsluiten. Tot ziens allemaal. Oké, hoi. Dag maar.